tweemotorig vliegtuigje tussen Curaçao en Bonaire is één dode gevallen. Onder de passagiers ook een aantal Nederlanders. De passagiers hebben alleen lichte verwondingen overgehouden aan de crash. De piloot wist het toestel veilig op het water te landen, maar overleefde het zelf niet. Het toestel van Divi Divi Air met één piloot en 9 passagiers was op weg van Curaçao naar Bonaire. Een van de motoren zou zijn uitgevallen, waardoor de piloot een noodlanding moest maken op het water. In het toestel zaten ook 3 Nederlandse toeristen. Op een bepaald moment klapte het vliegtuig neer. En toen vulde het vliegtuig eigenlijk meteen met water. En toen ben ik eruit gegaan. De passagiers hebben het allemaal overleefd en hebben alleen wat lichte verwondingen. Hoewel ze de piloot van het vliegtuig probeerden te redden, mocht die hulp niet baten. Nou, die piloot die konden we er niet uit krijgen. En die zat ook vast. Die is met vliegtuigen al naar beneden gegaan. De passagiers aan boord van het vliegtuig denken dat zij hun leven juist aan deze piloot te danken hebben. Ik denk ook dat de piloot uiteindelijk ons gered heeft. Want de wijze hoe hij het vliegtuig heeft proberen neer te zetten, heeft denk ik ons de mogelijkheid gegeven om er op een enigszins fatsoenlijke manier uit te kunnen komen. Het is nogal.